De kuiertafel, Sonna Krom, Willy Berends naar Memphis geweest voor het Memphis Heart and Soul Festival. Ja. Eerste vraag is natuurlijk, is er een link tussen Enschede en Memphis? Ja, die is er natuurlijk, maar je hebt er rondgelopen, jullie hebben er rondgelopen. Wat was jullie eerste impressie? Wat was de link? Nou, voor Sonna was het de eerste keer, dus ja. Die kan dat misschien beter zeggen. Voor mij was het... Willy had mij vorig jaar, toen hij terugkwam van zijn reis, verteld dat het zo'n warm bad was en dat hij zich zo thuis voelde. Dat het voor het eerst was sinds Enschede, dat er iets in de buurt kwam van Enschede. Dus de gezelligheid van de oude markt, dat vind je op Beale Street terug. Ja, dat zou je toch niet zeggen, Beale Street, dan is het... Dus ik kwam met hoge verwachtingen en ik merkte, het landschap is gelijk als in Nederland. Je voelt je thuis. Mensen zijn gezellig, easygoing. Vriendelijk, ja. Ja, nee, maar het was ik vind echt het ook echt leuk als je er bent. Ja, alleen het weer is iets beter. Ja. Iets. Iets heel iets. Maar dat scheelt ook niet veel. Nee, dat scheelt ook niet veel. Nee. En wat mij wel opviel is dat we dus 6 vliegtuigen nodig hadden om daar te komen. Ja. Naar een heel Egmaal. Ja. Dat vond ik wel vreemd. Dat was daar wel iets binnen. Maar het is eigenlijk heel dichtbij. In je hart. Het gaat natuurlijk om het festival Memphis Heart and Soul. Belangrijkste element is toch wel de muziek. Wat heb je daar weten te bereiken, Willy? Nou, we hebben, om eerlijk te zijn, eigenlijk geen één band gezien. Omdat we het daar toch iets te druk voor hadden. Want het lastige was dat we de oude burgemeester kwijt zijn. Onze burgemeester zijn we ook kwijt inmiddels. Dus we konden eigenlijk alle visitekaartjes die we bij ons hadden verscheuren. Maar dan was je wel vrij. Ja. We waren wel vrij, maar we moesten het wel opnieuw weer opbouwen. En daar zijn we in 3 dagen tijd, want het bleek ook dat alle de staf die om de burgemeester heen hing, waar we vorig jaar de contacten mee hadden, die is ook compleet vervangen. Dus er was niet één nummer of e-mailadres meer wat werkte. En voordat we eigenlijk weer terug waren bij af, waren we al 2 dagen verder. Dus dat was dan wel behoorlijk pittig. Liep je dun door de broek, of niet? Nou, we hebben het via de muziek eigenlijk weer opgebouwd dit jaar. Vorig jaar was het wat officiëler allemaal. En dat hebben we nu een jaartje geparkeerd. Dat gaan we volgend jaar met de beide burgemeesters die dan ingewerkt zijn weer met volle moed opstarten. Ja. Ja, want die contacten zijn wel degelijk gelegd. Er is wel gewezen naar de toekomst. En we hebben ook wel gemerkt dat de goodwill die er al reeds is door eerdere contacten van de Enschede delegatie, Willy Berends en het Soul Festival. Maar kun je dan ook zeggen, als je... Ja, eigenlijk zo door Memphis loopt zonder visitekaarten die je kunt weggooien. Ja, dan is dat niet prettig, denk ik. Maar wat net al zei, je bent vrij. En maakt het de contacten ook eerlijker op een bepaalde manier? Nou ja, we hebben... het ging in dit geval dan echt puur om de muziek en het idee erachter. En toen dat eenmaal weer begon te lopen, toen ging het ook heel hard. En je hoeft ook niet meer helemaal vanaf het begin ervan uit te leggen, want de meeste mensen zijn zeker op de hoogte dat Enschede jaarlijks een festival heeft wat in het teken van Memphis staat. En daar zijn ze hartstikke trots op, dat vinden ze hartstikke leuk. Ja, niet alleen muziek, maar ook kunst, Sonne. Willy heeft mij gevraagd om te kijken naar naar wat er te zien is op kunstgebied in Memphis en de Memphis Delta. Wat onmiddellijk opviel, is dat de kunst alom aanwezig is. En dat het een hele eigen stijl heeft. En dat hebben we daar inderdaad gevonden. Dus je kunt zeggen dat als artistieke uitingsvorm die blues daar ontstaan is. En om dezelfde reden zijn die jongens, die arme jongens, ook gaan schilderen. Om een centje bij te verdienen, om zich artistiek te uiten. Dat was... Ontsnapping aan de armoede, zoiets? Ja, ontsnapping aan de armoede, uiting van... Ja, laten we zeggen, een tegengeluid of een tegenbeeld produceren van de narigheid. Want de katoenplukkers gingen, net als hier in Enschede de arbeiders, na werktijd wel lol trappen. Dat moet wel, om het vol te houden. Dat is waarom arme mensen zulke goede artiesten zijn. Ik denk ook dat de mensen zullen zeggen van, ach, wat is dat voor een arrogante houding dat een stad als Enschede zich kan vergelijken met Memphis, Willy.
Nou, vergelijken is ook geen sprake van. Het is natuurlijk een combinatie leggen met het historische verleden. Ja. En dat proberen we nu op een muzikale manier verder invulling te geven. En muzikaal passen die twee steden prima bij elkaar. Want het zijn allebei arme steden, dat merk je ook, dat merk je ook als je er loopt. Het is net als in Enschede, er zit een hoog werkloosheidspercentage, maar het is een stad die echt... die de blues heeft en die ook echt rock'n'roll is. En ik vind dat je dat van Enschede in de loop der jaren ook echt wel kunt zeggen. Ja, dat wij en de blues hebben en rock'n'roll zijn. En, dus die combinatie is eigenlijk wel een hele goede. Ja, ja, want dus Enschede ooit, het verleden. Toch even terug naar het verleden. Het speeltuin, het circuit, rock'n'roll, Bill Haley. Ja. Ja. Dat is niet meteen iets waar je aan denkt als je aan Enschede denkt, maar toch is... kijk, we hebben hier natuurlijk heel lang geprobeerd, jarenlang, tientallen jaren lang, om eigenlijk op cultureel gebied een beetje boven onze stand te leven qua festival. En dat is ook logisch, dat probeert een gemeente ook en een cultuurcommissie ook, want je probeert de stad wat op te voeden. Maar dat is eigenlijk niet helemaal gelukt. Want, ik krijg er ook altijd jeuk van op te voeden. Ja, op te voeden. Ja, het schijnt toch een soort van taak te moeten zijn. Maar ik geloof zelf meer in het feit dat de mensen het gewoon leuk moeten vinden. Ja. En dat je er als stad eerst maar eens achter moet zien te komen wat je mensen nou leuk vinden. En dan aan de hand daarvan dat proberen in te vullen. En volgens mij hebben we dat met Memphis Heart & Soul wel gedaan nu. Leeft het? Ja, het leeft enorm. Veel meer dan we ook hadden gedacht, want we zijn natuurlijk heel laat begonnen dit jaar. En ook laat naar buiten gekomen, nog zonder namen, nog zonder invulling. Maar de eerste reacties, en dan vooral op Facebook, vooral op de social media, die waren allemaal zo verschrikkelijk positief. En er was ook eigenlijk niemand die vroeg wie er dan kwam. Alleen al het feit dat het festival er werd gehouden was al genoeg voor heel veel positiviteit. Dus daar zijn we echt heel blij van geworden. Ja. Ja, op Bill Haley, de rellen. Ik ga zelf zeggen. Ja, dat is wel grappig. Vorig jaar kwamen we erachter dat het dit jaar precies 60 jaar geleden is dat Rock Around the Clock in première ging in Enschede. En dat was voor Enschede ook de kennismaking met de rock and roll. Elvis was nog niet bekend, helemaal niet in Europa. En het was voor heel veel jongeren de eerste keer dat ze rock and roll hoorden in de bioscoop. En dat maakte een schijnbaar erg veel indruk op de lokale jeugd. Want na afloop van die film werd er op de Oude Markt nog even doorgefeest en doorgevierd en doorgedanst. Dit tot groot ongenoegen van het establishment wat op dat moment in de Jacobuskerk aanwezig was om de installatie van een nieuwe kapelaan te vieren. En die waren zwaar geïrriteerd door al dat geluid wat van buiten kwam. En dat was men niet gewend. En de hoofdcommissaris van politie die daar ook bij aanwezig was in Burger ging naar buiten. En probeerde die jongeren tot kalmte te manen. Dat is niet helemaal gelukt. Het werd eigenlijk alleen maar gekker en gekker. Dat had uiteindelijk ook de politie met de knuppels de Oude Markt schoon moest vegen. Maar de andere avond stonden ze er weer en nog veel meer. En was ook echt de rock and roll geboren en de rebellie geboren. Tot afschuw van de kranten en de heren in de stad. Maar het was wel een feit dat de rock and roll ook in Enschede nu... Je vraagt je af wat dat is geweest dan in de rock'n'roll, wat dat wakker maakte, dat vraag je. Ja, de rebellie, de opstandigheid. Want de film was al probleemloos in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag in première gegaan. En had daar eigenlijk voor geen ophef gezorgd. Maar dat ging hier in Enschede, dus toch even iets anders. Er was schijnbaar wel wat behoefte aan rock'n'roll op de Oude Markt. En dat werd omarmd door de plaatselijke jeugd. En van daaruit is ook wel het grappige. Want dat stond natuurlijk niet de andere dag groot in de Telegraaf. Dat stond alleen klein in de Tubantia. Dus voordat dat in Hengelo en in Deventer en Apeldoorn was doorgedrongen, was je alweer een week verder. maar toen begonnen ook daar na afloop van de film de kleine relletjes. Geïnspireerd door de rebellie in Enschede. Ja. Je bent zelf ook een groot Elvis-fan, hè? Ja, 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 ja. Nou ja, en dit jaar is het thema dus ook 60 jaar rock'n'roll. Ja. En dat gaan we zondagmiddag vanaf Bill Haley tot aan Jerry Lee Lewis en de 60s vieren met z'n allen. Ja. Enschede is qua
instellingen, zeker de muziekstad. We hebben natuurlijk een filharmonisch orkest, we hebben een reizende opera in onze stad, we hebben een popacademie, we hebben een attack, we hebben twee grote zalen. Dus qua faciliteiten zijn we zeker een muziekstad. Waar het eigenlijk alleen een beetje aan ontbreekt, is een hitje af en toe. Ja. Onze laatste hit was Dingen Dom. Dat was dan natuurlijk ook niet de minste. Dat was ook gelijk de winnaar van het Songfestival. De laatste Nederlandse winnaar van het Songfestival uit Enschede. Maar daarna is het ook wel een beetje gestopt. Dus het zou erg leuk zijn als wij als Enschede ook een Anouk krijgen. Of, iemand die zich een beetje aan de stad kan binden, Daniel Loos, die echt voor Drenthe een belangrijke man is. Maar misschien met de harte Zollewaard is het ook een beetje de bedoeling dat we onze local heroes creëren. Dus de kans geven om in Memphis ook muzikaal wat te gaan doen, op te gaan treden en een plaat op te nemen in de zoonstudio. En als we dat maar stug volhouden, dan gaat dat vanzelf wel een keer goed. Ja, want er loopt talent staat rond. Er loopt talent staat rond, maar dat mag wel. Dat mag wel een duwtje in de rug hebben. Ja. Dus meer muziek in Enschede of is het er al in Enschede? Nou, er is genoeg muziek in Enschede, maar het mag wel gestimuleerd worden. Ja. Memphis Heart & Soul, zaterdag, zondag en maandag, 3 dagen. Vorige keer was 4 dagen, nu 3 dagen. Waarom is dat eigenlijk? Ja, de vrijdag is eraf gehaald op een bezuinigingsverhaal. Duidelijk bezuinigingsverhaal. Dus we beginnen nu op zaterdagmorgen om 11:30 al met de leerlingen van de Kaliber Kunstenschool van het ROC onder leiding van Ruben de Wilde. Morgen 2,5 uur lang is het podium van hun. Heel veel aanbod dit jaar, echt heel veel kids. Vanaf 11 jaar al, geloof ik. Dat is leuk om te zien. En vanaf 2:30 de Heart & Soul Award met 5 Enschedese bands die gaan strijden om ticket naar Memphis. Tikken naar Memphis. Ja, ja. Jury staat onder leiding van Uitje van den Berg, net als vorig jaar. En dan hebben we s'avonds de grote show van Justin Merrick. Dat is dezelfde jongen die vorig jaar met de Stax Academy kwam. En de hele oude marktwerker op de kop heeft gezet. Die gaat dit jaar een show produceren, speciaal voor Enschede. De geschiedenis van de zwarte muziek. Dat belooft er heel goed uit te zien. Zondag is het 60 Years of Rock'n'Roll. Beginnen we ook al om 1 uur met een gospelshow van 1 uur. Daarna neemt Memphis Jones het over. De Lewis Boys, tribute to Jerry Lee Lewis. De Textielbeat natuurlijk. En we sluiten de middag af met de Fortunate Sons tribute band, CCR tribute band. Danny Vera, s'avonds. Zondagavond opent de winnaar van vorig jaar, de Road Home, die opent de avond. Daarna Memphis Jones met een muzikale reis door de muziekgeschiedenis van Memphis. Een fantastische show die we ook gezien hebben in de B.B. King's Club. En Danny Vera sluit de zondagavond af op zijn eigen wijze. Ja. En dan rollen we de maandag in? Dan rollen we de maandag in. Beginnen we om 12 uur al met Krakers Eiland. Fantastisch trio, ook helemaal in de Americana. We hebben de Teapad Orchestra, we hebben de Bartenders Reunion. En er zijn nog 1 of 2 spots die open zijn voor de maandag. Klinkt geweldig. Ja. We zijn er ook blij mee.